Dag beste Gentenaars, ik ben Daniel Termont, de burgemeester, dat weet u. Ik ga eens even niet naar u kijken, maar naar de autocue kijken, omdat ik u iets wil mededelen. Klimaatverandering bedreigt onze welvaart en toekomst. Maar we kunnen hier tegen acties ondernemen, ieder op zijn niveau. Als stad Gent nemen we trouwens het voortouw met ons lokaal klimaatverbond. We hebben daar zelfs al een Europese prijs voor gekregen, stel u voor. We gaan er alles aan doen om als stad klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Op zaterdag 23 maart is het Earth Hour. WWF roept iedereen op die dag de lichten gedurende 1 uur te doven. Maar ook in het dagelijks leven kan je echt iets doen tegen klimaatopwarming. Bijvoorbeeld door je te engageren tot 5 acties op de website van WWF. Dat is www.wwf.be/earthhour. Ikzelf ga ook een speciale uitdaging aan. Als 1000 Gentenaars zich engageren tot het nemen van klimaatactie op de website van Uithouwer, kook ik een heerlijke vegetarische maaltijd voor 50 onder hen. En dan eten we die samen op in de hotelschool in Gent op maandag 25 maart. Dus ik zou zeggen massaal inschrijven. Dat kan tot 23 maart. De stad met de meeste deelnemers per aantal inwoners krijgt bovendien ook nog een prijs en wordt in de bloempjes gezet. Samen kunnen we dus echt het verschil maken. Ik zou zeggen, doen.